Welkom bij onze nieuwe vlog. Ja, bij onze nieuwe vlog inderdaad. Wij zijn onderweg naar camping, nee, natuurcamping De Groenendaal. We zijn er bijna. Het is een televisieprogramma. Nee, we zijn er echt bijna nog. Ja. 2 minuutjes. 2 kilometer en dan zijn we er. We zijn hier al een keertje bezig kijken. Ja, jullie hebben deze camping al een keer voorbij zien komen. Klein stukje in onze eerdere vlog. Ja. Toen hebben wij namelijk een kijkje genomen op deze camping. En toen werden we vriendelijk ontvangen door de eigenaresse. Ja. Nou ja, we werden gelijk op een kar gezet. Ja, en kregen ook gelijk een rondleiding over de hele camping. Superleuke vrouw. Ja. En wij zijn nu onderweg naar haar. Nou ja, zij is er niet. Zij heeft een appje gestuurd dat ze aan het werk is. Maar er is iemand die ons opvangt. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ik ook. Ik heb mijn eieren mee. Die staan tussen mijn benen. Ja. Er is geen plaats meer voor die eieren. Nee. Nou ja, in ieder geval, wij zijn er bijna. We laten jullie zo meteen de plek zien. Ja, als we straks op onze plek staan, dan, dan gaan we jullie natuurlijk een tour geven. Ja. Ja hoor, wij zijn er. De Groenendaal. Ja. We zijn wel iets eerder dan gepland of dan we gezegd hebben. Dus ik hoop dat er iemand is. Anders wachten wij gewoon eventjes natuurlijk. We zetten hem hier even neer. Maar dit is dus de ingang. Zo. Nou, we worden voorgereden door Ann en de broer van de eigenaresse. En we krijgen en twee ook hondjes, ja, we hebben hondenbegeleiding. Ja. Dus superleuk. Ja. We werden vriendelijk ontvangen. Ja, maar er werd wel vermeld dat er ook een wolf is hier. Maar er werd dus net gezegd tegen Aal dat er een wolf is. Ja, er is en dan al krijg een wolf. Je geen paniek van. Nee, vind ik juist hartstikke gaaf. Ik hoop dat wij die gaan zien. Maar er is dus een wolf al gesignaleerd op dat veld. En, ik krijg paniek. Die meneer die vertelde dus net dat hij best wel bang is dat zijn hondjes worden opgevreten door die wolf. Want, maar die hondjes laten zichzelf uit door naar het bos te gaan. Hier. Ja. Oké. Nou, we kregen net uitleg over het douchegebouw. Het douchegebouw is genderneutraal. En ze hebben wel een man- en een vrouwenkant, maar als het de ene kant bezet is, kan je gewoon aan de andere kant. Ja. Maakt niet uit, zeg. Genderneutraal. Je kunt douchen met 50 euro centmuntjes. Nou, die hebben wij nog, dus dat komt mooi uit. En anders heeft Anne ze ook, zei ze. Nou, wat heeft ze nog meer verteld? Je kan dan 7 minuutjes op 50 cent douchen. Maar het grootste gedeelte volgens mij van deze camping is staarcaravan. En chalets en zo. En dan het veld achter de camping, daar staan de tourcaravans. Ik ben bang dat ik zo'n hondje onder de auto krijg, joh. Want ze schieten hier tussen de bomen vandaan, zie je dat? Kan ik er tussendoor dan? Ik zie nu 2 hondjes. Kan ik er tussendoor? Ja, dat hoop ik. Nou, voordat wij de caravan neer... Kom bijna op, die bak. Nou, voordat deze bak op is. Andy lust ook wel een eitje. Mm-hmm. Ja. Maar voordat wij de caravan neer gaan zetten, gaan wij eerst even een eitje eten. Dit is onze plek. We zijn nu nog de eerste op het veld. Mm-hmm. Er staat nog niemand. Dat is ook wel apart, hè? Dat wij zo'n groot veld. Ja, let op. Voor... Ik ga jullie even het uitzicht laten zien. Voilà, dit is, voor nu is dit gewoon helemaal van ons. Ja, een tip van Anne en haar neef. Oh, neef natuurlijk, ja. Slaap met gordijnen open. Ja. Dat gaan wij doen. Ja, dat gaan wij zeker doen. Anne vertelde, hieromheen lopen veel herten. En damherten, edelherten, van alles. Ook zwijnen trouwens. En zij gaf als tip dat wij de gordijntjes gewoon open moeten laten 's nachts. Want 's ochtends dan is dus vaak het geval dat ze hier op het veld staan. Kijk, en als jij dan het gordijntje open doet, maakt dan natuurlijk geluid. Klik. Dan hoor je een klikgeluid. En
ja, als er één gaat, zegt die meneer, dan gaat de rest ook. Dus wij gaan met de gordijnen open slapen. Wordt ook nog een uitdaging. Of niet? Zo, wie staat hier niemand? Nee, er staat niemand. Maar van weekend komen er nog meer caravans. Die staat in de drollen. Oh ja. Dit veld ligt vol met drollen. Maar ja, weet je, het maakt mij niet uit. Want het zijn goede drollen. Het zijn drollen van beeld. Ja, scheidt dat hele veld me vol. Ik vind het hartstikke leuk dat ze hier lopen. Dus, maar wij zijn dus hier neergezet. Goeie drollen. Van het weekend komen er nog meer mensen. Volgens mij een stuk of 10 caravans, campers in totaal. Ja. En kijk, die worden dus daar neergezet. Misschien ook wel naast ons hoor. Maar daar waren ze nog bezig met de elektriciteit. Dus nieuwe elektriciteit aangelegd. En die geul, die moest dichtgelegd worden. Dus vandaar dat wij nu hier staan. Want ze zijn daar nog bezig. Wat ook een voordeel van deze camping is, is dat je niet tegenover elkaar staat. Je staat naast elkaar, maar niet tegenover elkaar. Zo heeft iedereen hetzelfde mooie uitzicht. En we gaan jullie nu iets laten zien. Want ik vind het zo bijzonder dit. Want hier loopt dus gewoon weer een groep met damherten. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar dit is dus ons uitzicht, besef. Ja, ik hoop dat jullie kunnen zien, maar daar ligt dus een groep met, ja, volgens mij kun je het net niet zien. Er staan twee en de rest ligt. Ja, die een die loopt nu een beetje. Ja, dit is dus ons uitzicht aan de achterkant. Nou, wij staan naast een stroomaansluiting. Ideaal. Kijk, en je kunt ook zien dat dit net is aangelegd, want het is net dicht gemaakt met aarde. Wat doe je? Weet je wat ik aan het doen ben? Ik ben niks aan het doen. Volgens mij zit hier ook een wildkijktoren. Hoe noem je zoiets? Ja. Ja, die zit hier daar in het hoekje. Daar loop ik even naartoe, ja? Ja. Kijk, hier heb je dus zo'n wildpost. Maar zo te zien mag ik er niet op. Maar misschien kunnen jullie vanuit dit punt die damhertjes ook wat beter zien. Geweldig dit. Maar die meneer die zegt ook van ja, die herten die springen dus over de afrastring heen. Ze zegt ja, we kunnen het wel hoger maken in principe, maar ja, dan komen ze vast te zitten met hun pootjes in die afrastring. Dus ja, dat raken ze in paniek en dat is ook, ja, dat is ook zielig. Dan kunnen ze zichzelf natuurlijk ook verwonden. Maar ik zeg ja, moet je dat überhaupt willen? Want dit is natuurlijk wel uniek aan jullie camping. Dat ze dus gewoon op een veld komen. Dus ja, dat zou ik persoonlijk niet gaan doen. We gaan eerst even een broodje eten. Dan gaan wij vanmiddag, rond een uur of 5 denk ik, dan gaan wij richting huis. Laten we de caravan hier staan. Dat hebben we ook afgesproken met de eigenaresse. Want wij moeten even 2 daagjes werken. En dan komen we over 2 dagen weer terug natuurlijk. En dan gaan wij hier een lekker weekend vakantie houden. Wat doe jij? Ik ben de bakker. Ik ben broodjes aan het bakken. Wij hebben de Omnia weer aangezet. Kijk, ik heb uitzicht op die herten. En als er één gaat lopen, gaan ze allemaal lopen. En stopt er één, stoppen ze allemaal. Ja, je ziet hier net die hertjes zie je staan. Ik kan het niet vastleggen op de camera, want je ziet het niet. Nee, het is te ver weg. Ja. Of voor ons, wij zien het wel goed, maar voor de camera is het te ver weg. Wij hebben deze broodjes. Again. En met lekkere aardappel. Zoete aardappelspread. Dit is echt lekker. En
Hier zijn we ook helemaal fan van. Ja. Een luisterboek, dus dat zetten we zo meteen lekker even aan. Mm-hmm. Sorry dat ik je film. Nee, maakt niet uit, maar jij moet er nog even aan wennen. Want jij vindt de voorleester mooi. Ja, het ligt er wel aan wie het voorleest. En deze stem moet ik even aan wennen, maar dat komt ook omdat we hiervoor hadden we een boek en dat was echt een hele prettige stem. Dus ja, mm-hmm. Maar ja, dit vind ik nu ook leuk. Huidpijn. Ja. Een luisterboek. Heerlijk. Lekker ontspannend en ook in de auto. Echt een aanrader hoor, dit. Ja. Oké, wij gaan even een stukje wandelen en weet je wat ook grappig is? Nou? Wij hebben als eerste stroom, van ja. De nieuwe stroom. Wij hebben een primeur. Ja. Anne kwam net even langs in de golfkar. En toen zegt ze, jullie hebben de primeur, jullie zijn de eerste die gebruik maken van het nieuwe stroomnet. Ja. Want eerst zaten ze dus, hadden ze stroom met haspels. Moest je haspels uitrollen en... Maar ja, nu moeilijk, hebben, moeilijk. Ja, moeilijk. Maar nu hebben ze dus officiële stroompalen. Ja. Wij staan hier voor het toiletgebouw. Of in ieder geval, dit is het toiletgebouwtje voor het veld. Verderop heb je nog een groter toiletgebouw. Dit is eigenlijk gewoon eventjes dat je snel naar de wc kunt en kunt afwassen. Kijk, en dan heb je hier een afwasgedeelte. Het is allemaal heel klein hier, maar dat is dus echt puur voor nood. Of in ieder geval dat dit veld iets heeft wat een beetje dichtbij staat. Wat is dat? Oh. Oh. Deze kunnen we wel even kopen. Laat eens zien. Voor, dit zijn kaarten. Een geldpot. Maar we hebben we hebben wel geld, maar... Dat moeten we bewaren. Voor de douche. Ja. Die munten. Wat grappig. Heel leuk. Postzegels erbij. Nou, deze zou misschien wel leuk zijn voor degene waar ik voor in gedachten heb. Ja, maar we hebben geen geld meer. Nee. Hoe duur is dit? Oh ja. 1,50. Postzegel 1 euro. Opbrengst gaat naar het vergeten kind. Nou, wat leuk. Ik weet niet wat vergeten kind, waar het voor staat. Eigenlijk. Nou, hier heb je dus een toiletje. Nou, kijk eens hoe gezellig. Er hangen ook schilderijtjes aan de muur. Ja. Wat leuk. Schoon. Het ruikt lekker. Ja, het ruikt ook lekker inderdaad. Ja. En even kijken. Dit is niks. Oh, dit is niks? Ik weet niet wat dat is. En een bibliotheek. Nou, super handig toch, Nel? Kijk, we staan redelijk dichtbij, bij dat hokje. Daar staan wij. Hier heb je dat hokje met 1 toilet. Of 2 toiletten, maar eentje is in gebruik. Uitgang sanitair. Die bordjes zijn net nieuw. Wij vallen wel met onze neus in de boter. Alles is net nieuw. Alles is net nieuw. Ja. Dus die bordjes zijn net nieuw. Die heeft Anne beschilderd. Die is druk bezig geweest ermee. Dan gaan wij nu even op zoek naar dat grotere sanitair gebouw. En daarna gaan wij lekker wandelen. En je loopt hier dus ook zo'n wandelgebied in vanaf de camping. Je zit hier dicht bij het Delerwoud. Hij noemde nog iets op. Ja, ik kan het allemaal niet onthouden. Nou ja, dicht bij het Delerwoud. Kijk, daar staan ook weer 2 bordjes. Oh, wandelfietsroute. Ja. Oh, dan moet je hierheen. Oh ja. Oké, okay, dus dan moeten wij straks die kant op. Ja. Zullen we eerst even daar naartoe? Ja. Nou, dit zijn gewoon allemaal chalets. Ja. Oh ja, kijk, en aan deze schuur hangt een gewei. Kijk. En er werd ons ook al verteld dat die geweien, die liggen dus ook vaak in dat veld. Die had ik pas geleden ook nog eentje gevonden.
Dus dat zou ook wel leuk zijn als we die ook gaan vinden. Kijk, je ziet ze hier ook allemaal. Hier hangt er ook weer één. En blijkbaar verliezen de herten die geweien in april. Ik dacht altijd dat het in september was. Nog één. Oké, dit is het grotere sanitair gebouw. Genderneutraal op het moment. Wasmachine, zie ik. Maar dit zijn de douches. En hier heb je zo'n kastje om je geld in te doen. Dit is hetzelfde als op de Wapenberg. Nou, dit is gewoon prima hoor. Schoon. Dit is een toilet. Het ruikt er ook wel lekker? Ja. Oh ja, nou, ook super schoon toch? Ja. Ja. Nou, prima dit. Je kunt gebruik maken van de wasmachine. En volgens mij is dit een droogmachine, ja. Hier heb je nog een wasbak. Nou, dit ziet er hartstikke goed uit. Hier heb je chemisch toilet. Bordje chemisch toilet, ook net nieuw. Oké, nou, wij gaan even de doppers vullen. Nou, ik vind die bordjes wel heel mooi beschilderd. Huh? Ja, dat heeft ze goed gedaan. Ja. Zullen wij even de doppers vullen, Nel? Ja, dat moet hier. Serviceplaats. Dit is voor de campers. Stortplaats. Oké, we zijn een klein stukje van de camping afgewandeld. Komen we dit bord tegen. Kijk, dit is dus een veld wat achter de camping ligt. Kijk, die grond is ook helemaal omgewoeld. Zwijntjes. Zou dit van zwijnen zijn? Dat weet ik niet. Zo erg veel. Ja, maar als we hier elke nacht lopen... Nou, wij sluiten de caravan af. Ja. Zit alles op slot? Ja. Alle gordijntjes dicht. Wij gaan 2 dagen werken en dan komen wij een vrijdag weer terug. Blijft toch altijd een beetje gek als je je caravan achterlaat. Vind jij dat ook altijd een beetje spannend, of niet? Maar ja, we gaan ervan uit dat hij vrijdag hier gewoon nog staat, natuurlijk. En dan gaan we lekker een weekendje vakantie houden. Ja? Zijn we klaar voor vertrek? Ja. Oké, wij zijn weer onderweg naar de camping. We hebben 2 dagjes gewerkt. We zijn nu weer onderweg naar natuurcamping Groenendaal. Ja. We hadden wel wat vertraging op de... Wat is dit? M50, A50? De A50 stond een file van drie kwartier. Stil, hè? Stilstaan. Ja. Dus wij hebben een route binnendoor genomen. En wij hebben ook iemand bij ons. Ja, jullie zien het nog niet. Nee. Maar wij hebben voor het eerst iemand bij ons. En die is nog nooit mee geweest tijdens het kamperen. Nee. Maar nu wel. Ik hoor hem ook nog niet. Hij zegt niks. Nee, hij zegt niks. Ja. Ja, daar is hij. Nou, hij staat achter de stoel. Ik zal hem wel even filmen. Hey, je komt op camera. Hallo. Hallo. Ja, het wordt spannend, Nel.
Ik ben benieuwd of dit een succes gaat worden. We zullen het zien, hè? Dit kan mislukken. Maar het kan ook het met kan de ook dood goed gaan. Als gevolg. Ja. Nee, ja, je weet het niet. Ik hoop dat het niet te koud is. Maar ja, we kunnen de kachel wel aandoen. Ja, ik weet het allemaal niet. We zien het wel. Het is, we gaan het gewoon een keer proberen. En wie weet is het wel hartstikke leuk. Ja. En we doen een pleat 's nachts over hem heen. Over de kooi. Dus waarschijnlijk gaat hij het niet koud krijgen. Nee, daarom. Moet lukken. Ik maak me wel een beetje zorgen om het geluid. Wat voor geluid? Nou ja, of je dit geluid gaat horen buiten de caravan. Ik hoop niet dat we tot last gaan zijn met hem. Ach, last met een vogel. Weet ik veel. Nou, we zijn er. We zijn er ondertussen. Ik heb een pasje gekregen. Oh ja. Twee dagen terug. En dat kan ik hier voorhouden. En dan gaat, als het goed is, de slagboom open. En we rempel het werkt. Hij gaat open. Nou, dan ben ik benieuwd of die caravan er nog staat. Ja. Dat is altijd weer spannend. Nou, we zijn hier nog geen 5 minuten en het lijkt alsof hij al gewoon helemaal gewend is hier. Wij dachten, we zetten even zijn kooitje open, kan hij een beetje wennen en... Ja, dan kan hij er zelf uit wanneer hij dat wil. Nou, hij is er gelijk uitgegaan. Pasje. Hij houdt trouwens van zoenen, zoals jullie zien. Kusjes de geven. De hele dag. Ja, dus dit wordt echt een kusjesweekend. Ja. Volgens mij vindt hij het leuk. Of leuk. Maar ik bedoel... Nou, weet ik niet. Nee, maar... Hij lijkt al, het lijkt alsof hij al gewend is. Mm-hmm. Dat wel. Ja, kusje. Normaal gesproken dan brengen we de vogel bij de ouders van Nelly. Die passen dan altijd op. Maar wij dachten, nou, het wordt nu niet te koud, niet te warm. Dus misschien is dit wel het perfecte weekend om hem mee te nemen. Mijn vader denkt ook dat het zijn vogel is. Zo vaak is hij daar. Ja. Dus wij gaan het zien. Kusje. Ik vraag me ook echt af of er nog meer mensen zijn die een vogel meenemen, een tamme vogel meenemen naar de caravan. En ik vraag me af of er nog meer mensen zijn die een vogel kussen. Nou, dat sowieso niet. Ik denk ook dat iedereen er een beetje aan moet wennen aan dit tafereel. Het ziet er een beetje gek uit. Ja, als je dit niet gewend een bent. Gek uit. Maar hij houdt gewoon van, van kussen. Ja, kusverslaafd. Ik sta weer op de camera. Hallo. Hebben wij trouwens al gezegd hoe hij heet? Coco. Ja. Coco is zijn naam. Ja. Kusje. Hij zegt een aantal woorden. Kusje. Joepie de poepie kan hij zeggen. Gucci, Gucci, Gucci. Zegt hij ook nog. Kom dan. Ja. Wat zegt hij nog meer? Joepie de poepie. Ja, of wat, dat heb je al gezegd. Ja. Oh. Nou, ik ga even verder met opruimen. Doe dat. Even kijken. Ik blijf even hier zitten. Ja. Ik ga even een snackbar opzoeken. Want we zijn best wel laat hier aangekomen. Wij moesten natuurlijk eerst werken. En het is ondertussen... 7:45 en we hebben best wel veel trek na een dag werken natuurlijk. Dus ik ga een snackbar opzoeken en Nel zit nog in de caravan, die past op Coco. Of in ieder geval, het is ook een beetje gek om hem nu gelijk achter te laten. Hij staat er natuurlijk nog geen kwartier, dus dan is het een beetje vreemd als hij alleen in dat kooitje zit en ook nog alleen in een vreemde omgeving. Maar voordat ik dat ga doen... Ga ik even kijken of de eigenaresse thuis is. Ik hoop het wel. Want wij hebben wat lekkers meegenomen vanuit Urk. Bij de plaatselijke bakkerij. En dat is dat noemen ze op Urk een genietmomentje. Daar zitten allerlei lekkernijen in. Een soort koek. Dit is bijvoorbeeld een dikkertje. Dat is een gevulde koek. Daar kunnen ze lekker van
ja, van eten. Bij de koffie misschien morgen of zo, ik weet niet. Dus dat ga ik eerst even doen. En daarna gaan wij eten voor onszelf regelen. Dus ik hoop dat ze er is. Ik zie wel licht branden, maar het rolluik zit volgens mij naar beneden. Dus ik ga even kijken. Nou, we proberen dus iets te kijken op de laptop. Maar meneer gaat steeds op het toetsenbord staan. En dan toetst hij van alles aan. Ja. Hallo, kom eens even. Oh ja. Kom. Wat is dit voor gedrag? Hè? We gaan lekker naar bed toe. En het zal mij benieuwen vannacht. Met hem. Hallo. We gaan een pleetje om de kooi heen doen. Kachel aan. Zodat hij morgenochtend ook niet vroeg wakker gaat worden. Want hij wordt natuurlijk wakker wanneer het licht wordt. Hmm. En dan gaat hij fluiten. Nou, aangezien het om 6 uur licht wordt, 's ochtends, lijkt me dat niet echt handig. Dus we gaan hem eventjes afdekken met een pleet. Nou, en dan hoop ik dat het allemaal goed gaat. Doen we morgen nog dat pleet eraf, ligt hij dood. Nou. Vreselijk. Dan gaan we naar huis toe. Ja, dan hebben we begrafenis. Ja. Nou, wel te roesten. Nog een nachtzoentje. Even kijken of hij er nu weer in gaat zitten. Thuis doet hij dit niet. Gaat nee, dat wil hij niet. Nee, oh nee, niet. Hij wil niet. Hallo. Hij moet. Kom. Ja, goed zo. Doei doei. We hebben 2 pleetjes over de kooi gedaan en een vest. Maar nu bukte ik net bij deze kooi om even te kijken of hij dus op zijn stok zit. Maar hij wordt een beetje boos. Maar wat gebeurde er toen? Dat kacheltje staat hier op het aanrecht. Dat staat aan. En mijn haar, kijk, ging dus hierin. In dat molentje. Nou, er is ook een boek dat heet Neem een geit. Nee, mijn geit. Die vogel is in dit geval de geit. Ja. En het moraal van dat verhaal is eigenlijk, neem een geit in huis. In een heel neem een klein week huis. Een geit in een heel klein huis. Ja. En doe hem dan na een week weg. Ja. En dan kom je erachter hoeveel ruimte je in dat kleine huis hebt, inderdaad. Nou, dat hebben wij nu met deze vogel. Neem maar uit. Ja. Nou, oké, okay, wat is dit voor bobbel? Een bobbel? Een bobbel. Wij gaan lekker slapen. We sluiten ook gelijk de vlog af. Wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En vergeet niet... Wat? 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 Wat zeg je? En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doei doei.